Hebben jullie enig idee hoeveel eten wij jaarlijks met z'n allen weggooien? Nee, ik ook niet. Ik heb echt geen idee. Maar het is ongetwijfeld tering veel. Echt, dit is nu al helemaal kut. Hey, daar ben ik weer. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Voedselverspilling is natuurlijk echt helemaal gek. Ik denk dat we het daar wel over eens zijn. Hoeveel er nou precies weg wordt gegooid. Ik weet het niet. Mocht ik de officiële cijfers ergens kunnen vinden, zal ik het hier neerzetten. Maar daarvoor zijn jullie hier natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, als je dat wil weten, ga dan lekker naar hoeveel voedsel gooi bij jaarlijksweg.nl of zo. Weet ik veel wat. Ik ben hier gewoon om een leuke video te maken. Daf en ik letten al best wel goed op wat betreft voedselverspilling. Althans, dat proberen we. Zo kopen we niet meer dan wat we nodig hebben. Halen we in één keer al onze boodschappen voor de hele week. Maken we een boodschappenlijstje voordat we de supermarkt ingaan. En proberen we regelmatig te kopen voor 2 dagen. Dat gaat op zich allemaal best wel goed. Ja, natuurlijk. Er is altijd wel een keer iets wat al 2 weken lang ligt te verschillen in onze koelkast. Ik bedoel, dat heeft iedereen wel eens toch? Niet? Anyway, op zich gaat het dus best wel goed. Maar het kan natuurlijk altijd beter. In de weekvlogs heb je al wel kunnen zien dat we een beetje aan het experimenteren zijn met de Too Good To Go app. En nee, dat is inderdaad niks nieuws. Dat zeg ik toch ook helemaal niet, Arnold. Ik maak deze video's gewoon omdat ik het leuk vind, omdat ik echt enthousiast over ben. En als je het al weet en dat je geen fuck kan schelen, tief je toch lekker een eind op. Echt waar. Waarom zijn mensen zo? Maar goed, Too Good To Go bestaat dus al best wel lang. Sterker nog, het is best wel een hype. En om zo'n magic box, want zo heten ze, om die te kunnen bemachtigen, dat is best wel lastig. Er zijn zoveel mensen die zo'n ding willen dat die bijna altijd uitverkocht is. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just... Dus in die tijd dat wij Too Good To Go nu gebruiken, denk ik dat dat zo'n 2 maanden is, hebben wij 3 of 4, oh dat is echt lastig, die vingers zo, 4 boxen kunnen bemachtigen. Maar goed, er zijn natuurlijk altijd mensen die nog later aan boord zijn dan wij. En voor die mensen zal ik ook even snel uitleggen wat het is. Too Good To Go is een app waarop allerlei winkels uit je omgeving boxen aanbieden met daarin overgebleven voedsel wat ze niet meer kunnen verkopen. Dat kan zijn omdat de houdbaarheidsdatum verstreken is of bijna verstreken is. Maar dat kan ook net zo goed zijn omdat het een seizoensgebonden product is wat ze straks gewoon niet meer kunnen verkopen. Zo hebben wij laatst vlak voor Pasen een Hema box weten te scoren met daarin allemaal paasartikelen zoals chocoladepaashaas, paaseieren. Ja, weet ik veel. Moet je even kijken in de weekvlog als je dat wil zien wat erin zat. Maar in ieder geval kunnen het ook dat soort dingen zijn dus. Je koopt zo'n box voor een paar euro, maar wat er eigenlijk in zit is veel meer waard. Zo had de basisbox van Nema een waarde van 15 euro, terwijl we er maar 5 euro voor betaald hebben. Ja, dat is lekker. Nou, mooi initiatief zou je zeggen. Zeker. Maar waar ik dan weer een beetje moeite mee heb, is dat je nooit precies weet wat er nou in zit. En als je iemand bent die heel goed met verrassingen kan omgaan en dat misschien zelfs wel leuk vindt, dan is dat misschien wel leuk. Maar ik vind het nogal lastig. Helemaal omdat wij ook nog eens vegetariërs zijn en je dus niet thuis wil komen met zo'n box waar allemaal rot met vlees in zit. En dan vraag je je misschien af waarom ik dit dan in vredesnaam ga doen. Goeie vraag. Ja, weet ik veel. Ik moet toch ook wat doen voor mijn video. Ik had een video-idee nodig en dit leek me wel leuk. Nee, grapje. Ik heb video-idee. Ondanks dat ik het dus best wel stressvol vind om zo'n box te halen, vind ik het om de een of andere reden wel leuk. Shoot me why. Ik denk dat het is omdat je dan best wel een goede deal kunt scoren en ja, daar hou ik nogal van. Dus ik ga deze week proberen om 5 magic boxen te kunnen scoren. Met de nadruk op proberen, want ik zei het al, ze zijn nogal gevuld. En het is dus best wel lastig om er eentje te scoren, dus ik weet niet of het gaat lukken, maar ik ga het in ieder geval wel proberen. Als je zin hebt in deze video, geef hem dan alvast een duimpje omhoog. En dan hoop ik dat we leuke boxen gaan scoren. En dat we daar allemaal iets van leren in de strijd tegen voedselverspilling. Ik heb de taak volbracht vandaag. Ja, heel goed. Het is maandag en we beginnen de week gelijk goed. Daphne heeft namelijk een box weten te scoren. En het is een broodbox. Nou hebben we al een aantal keren een broodbox geprobeerd van de Dekamarkt en van de Coop. En daar waren we eigenlijk op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. Omdat het toch vaak witbrood was. En ja, dat vult niet. Dus ik had de hele dag honger. En we vinden witbrood ook allebei niet zo lekker. Maar we hebben ook een keer een broodbox van de bakker gehad. En die was eigenlijk best wel goed. Het was een beetje veel met paasspulletjes, omdat het dus ook Pasen was. Maar ja, Pasen is inmiddels voorbij. En we hebben dus weer een broodbox van de bakker weten te scoren. Het is van Bakker van Otto. Die zit hier in Almelo. Wat is de beschrijving precies?
Broodje. Red ambachtelijke broden, croissantjes en natuurlijk ook heerlijk gebak. Oké. Okay. Ik ben benieuwd wat erin zit, dus er kan ook gebak in zitten. Ja. Chill. Ik ben heel benieuwd, we kunnen nog een 5 voor 6 ophalen. Nu. Ja, we moeten nu dus weg. Nog even snel, hij kostte 5 euro. Dus ik ben benieuwd, ik denk dat daar... Ja, ik weet het trouwens niet, want het is natuurlijk wel van de bakken. Dus er zal er niet zo heel veel in zitten als die andere... 2 broden of zo? Ja, yeah, zoiets. We gaan het zien. Heel weinig. We hebben het. Oh ja, het is niet zoveel. Wat een scheidmeer. Nou, we gaan het eens allemaal unboxen. Het is niet zoveel. Het is een soort van chocoladepasta's. Die is wel heel mooi. Roze glitters. Heeft die glitters? Ja, er zitten toch glitters in, toch? Wacht, het klikt aan niet. Oh ja, inderdaad. Grappig. Hij kost normaal bijna 14,99 euro. Ja. 14,50. Had ik er nooit een keer voor betaald. Ik ook niet. Het jammer is ook een beetje dat het ons hele laal vol ligt met paaszooi. Het komt vanzelf op. Het komt wel op, maar het is niet echt iets dat we nodig hebben. Nee. En dan hebben we nog dit zakje. Dat voelt wel als brood, maar dat zijn eigenlijk ja, 1 bolletje. Oh, ja, hadden we 5 van die bolletjes. Ja, en nog een bolletje. Ik vind het een beetje karig. Ja, ik ook. Qua waarde is het het wel waard. Als ik het had geweten wat het was... Had je het niet gedaan. Nee, nee, precies. Ja, het komt wel op en het is ook wel lekker. Dat is niet helemaal wat ik ervan had verwacht. Teleurstelling nummer 1. Ja. Weet je wel, het kwam ook wel omdat we een beetje aan de late kant waren, want er waren ook al wat mensen voor ons die Magic Box ophaalden. Die hebben misschien meer gehad. Of nee, brood. Volgens mij zegt, ze liepen allemaal met zoiets naar buiten. Ja? Ja. Oké, okay. Volgende keer beter. Tijd om eens wat te proeven. Die broodjes die gebruiken natuurlijk lekker voor morgen, als lunch. Ja. Jij bent er morgen niet. Oeh, ga alles alleen nog eten. Moet je doen, ja. Ja, we hadden wel eentje voor jou. Maar deze paashuis, die kunnen we wel proberen. Ik ga trouwens helemaal niet vertellen hoe het eruit ziet, maar het ziet er allemaal echt nog prima uit. Ja, kijk, dat wel. Dit is natuurlijk sowieso iets wat super lang goed blijft. En die broodjes voelen ook nog heel goed, hè? Ja. Bijna zonder dit nog steeds, hè? Het glittert. Heel vies idee om glitter te gaan eten. Ja, het is wel heel mooi. Ik zou ze zelf gebakken hebben. Gemaakt. Gebakken. Dat zou kunnen. Hoe vreet je dit? Vreet. Ja, doe maar. Echt? Natuurlijk. Oeh. Wel lekker. Maar ik had hier nooit 15 euro voor betaald. Oh, helemaal dik. Wow, heel dik stuk chocola. Weet je niet? Ik wel. Nou, vind het niks bijzonders. Ik vind het normaal gesproken leuk. Ik vind het ook wel lekker. Ik vind dat glitter niks. Ik vind dat wel lekker voelen. Maar... Nee. Vind je? Ja. Nee. Jij niet? Doe wel eens wat fijn in je mond. Nee. Goed dan. Nee. Oh, vind ik wel. Maar ik had hier echt nooit 14,50 voor betaald. Ik vind zelfs 5 euro al wel een beetje veel. Terwijl het normaal gesproken echt wel een goede bakker is. Ah, als je dat als cadeautje geeft, zo. Ja, maar van 14,50. Als je dit geeft, niemand gaat zien dat dat 14,50 heeft gekost. Oh, ja. Het stikkertje zit er nog op. Ja. Oh, 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 oh. Helemaal vergeten. Oh. Nee, ik had het niet gezien. Nou, zo kan je wel weer. Hey, het is de volgende dag en ik wil jullie toch nog even laten zien wat ik nou met het broodje doe. Als jullie in ieder geval weten dat ik het niet verspeel. Maar ik gebruik hem dus voor bij de lunch. Ik heb een soep opgewarmd die we nog hadden. Kijk, oh, je ziet er geen klap van. Maar het is mosterdprijssoep die Daphne zondag heeft gemaakt. En daar was nog wat van over, dus dat eet ik lekker op. En daarbij neem ik dus een broodje van gisteren. Het andere broodje van Daphne, maar Daphne is op het werk. Dus die eet ik denk ik morgen. Ah, wel zin in, want ik heb ook wel honger. Die soep is in ieder geval nog erg lekker, maar ja, dat hoort natuurlijk niemand. Ik had dit broodje trouwens wel even kunnen opwarmen. Heb ik niet gedaan. Mm. Lekker broodje hoor. Zo is die van binnen. What the fuck? Alsof iemand dat broodje die er van binnen uitziet. Het is een broodje. Hij is lekker. Hij is wel een beetje zoutig, maar dat vond ik de vorige keer ook al met het brood van die bakker. Ze hebben vrij zout brood. Nou voegen wij ook nergens zout aan toe, dus waarschijnlijk proef ik er wat meer dan de gemiddelde mens. Maar ik vind hem vrij zout, maar verder is hij wel erg lekker. Zo om in de soep te dippen, hè. Ik had er natuurlijk ook een heel lekker belegd broodje van kunnen maken. Maar daar ben ik gewoon te lui voor. Mm. Goeie lunch. Woep. Wat was dat? Het is inmiddels al woensdag, dus we zijn al op de helft van deze week. Tot nu toe hebben we dus nog maar 1 box geprobeerd. Maar gelukkig hebben wij gisteravond een nieuwe box weten te scoren. Het is wel weer een broodbox geworden. Ja, sorry. Maar ja, ik moet toch wat. Ik bedoel, ik wil 5 boxen proberen. En het is inmiddels al woensdag. Dus ja, het blijkt nog wel lastig te zijn om die boxen te scoren. Ze zijn of telkens uitverkocht, of er zit vlees in.
Dus ja, dan moet je toch wat. Maar het is deze keer wel een box van de Plus. En dat is een broodbox die wij nog niet hebben geprobeerd. We hebben wel een box van de Kop en van de Dekenmarkt geprobeerd. Maar van de Plus dus nog niet. Dus daar ben ik op zich wel benieuwd naar. En de Plus is natuurlijk een winkel die door het hele land zit. In tegenstelling tot de lokale bakker waar wij de eerste box van hebben. Dus ik denk dat het voor de video wel leuk is. En zo niet. Ja, dan hebben jullie pech. Want Daphne is op dit moment onderweg om hem op te halen. Hi. Hi. Is het gelukt? Ja. Oh, je wilt zien, hè? Ja. Oh, is een beetje licht. Oh, veel! Ja, allemaal bruin volgens mij. Oh, lachen. Nou, tot zo. Ben benieuwd. Tot zo. Tot zo. Daphne is weer terug. En ik zie het al een beetje van mijn ooghoek, maar... Oh my god. Brood. Ja, dat is wel veel. Maar ook goed brood. Ja, volgens mij ook wel. Speldbrood. Waldkorn orgaan. Ik zou zeggen oer... Organen, maar er staat oergaan. Oh, waldkorn. Korenlander, stoerspeld, licht. Dit is nog een speldbrood. En wat is dit? Volkoren. Dit is echt heel goed allemaal. Ja, het is goed brood. Dit is echt wel de beste broodbox die we hebben gehad tot nu toe. Ja. Lachen. 1, 2, 3, 4, 5 broden. Dan staat ook op wat deze was dan 2,70, dat is wel 5. 7, 8, 9, 10, 13 euro ongeveer. Nu hebben we er 4 euro voor betaald. Jeetje, goede deal. Goed gescoord. Oh, ik ben wel blij dat we deze broodbox dan nog hebben gedaan, want dit is echt wel goed brood. Ja. Beter dan van de bakker. Ja, dat was geen brood. En dit is gewoon brood dus wat ze gisteren dan gebakken hebben, maar wat ze dan de dag daarna niet meer kunnen verkopen. Dus er is er gewoon ook helemaal niks mis mee. Dat staat op. Verpakt op 13 april. Ja, dat is gisteren toch? Ja, toch? Ja. Dus dat is gewoon hetzelfde als dat je gisteren brood had gehad. Helemaal top. Ik ben hier wel blij mee. Zeker. Kijkt u eens. Wat een goed idee. Ja. Hoe kom je daar zo? Weet ik niet. Hoe kom ik daar wat dan? Jij hebt gedacht. Nee. Oh, lekker. Chill. Die mozzarella is wel goed gesmolten. Dat vind ik altijd een uitdaging als je het in de pan doet. Oh, echt? Wij hebben een heerlijke lunch gemaakt van... Dit brood, de Korenlanders Waldkorn Oergranen Bron van Vezels Categorie 2. Een tosti uit de pan met mozzarella en tomaat die we nog over hadden. Het ziet er niet heel smakelijk uit zo. Maar dit hadden we nog over van paarse en nou ja, brood. Dus ik dacht helemaal ecologische voetafdruk verantwoord en zo. Eigenlijk hadden we gewoon niks anders op brood. Dus moesten we noodgedwongen tosti's maken. Maar goed, hè? Is het lekker? Wil je saus? Wil je chili of curry? Curry. Ik hoop dat je het zijn. De chili staat ook bijna op. Die hele fles heb jij opgegeten ook. Ja, klopt. Ah, die hebben we al heel lang. Ja, dat ging echt een fles per week door toen we vlees aten. Ja, klopt. Aten. Neem dan bijna nooit meer saus ergens bij. Nee, maar dat was toen we nog vlees aten. En dan had je zoveel saus, dat je dus vlees die we klopt. Maar goed, we hebben dus een lekkere lunch met allemaal restjes en een glaasje thee. Lekker. Oh ja, ik had er ook nog wat basilicumblaadjes op gedaan. Ja, dat is lekker. Hey! Het is vandaag vrijdag. Ik heb gewerkt en ik ga nu naar huis. Ja, dat is natuurlijk niet de reden dat ik nu de camera aanzet. Ik bedoel, jullie kijken deze video niet om te horen wat ik allemaal doe deze week. Daarvoor is de weekvlog. Deze video gaat natuurlijk over de Too Good To Go boxje. En daar is een nieuwtje over. We hebben weer een nieuwe box weten te scoren. Of nou ja, Daphne eigenlijk. Daphne doet vooral het werk wat dat betreft. Die heeft de app op haar telefoon staan. Want ik heb deze telefoon en ja, dit is echt waardeloos. Daar kan ik 3 apps op zetten en dan is het geheugen vol. Dus Daphne is deze week de Sjaak. Maar die heeft dus een Too Good To Go box van Bakker Bart weten te scoren. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Het schijnen broodjes en hartige snacks en zo te zijn. Dus ik hoop niet dat er vlees tussen zit. Maar goed, gaan we zien. Ik ga gauw naar huis. En dan laat ik jullie weten. Ik ben weer thuis. De tas staat hier al. Best wel goed gevulde tas. Ik maak deze video eigenlijk. Ik zei het al. Oh ja. Ik heb het al verteld, ja. En jij eigenlijk altijd lekker. Dankjewel. Fijn. Mag je vaker doen. Wil je hem ook editen? Nee. Oh. Nou, wat zit erin? Dit zijn een soort van... Kaasstengels. Wat een diers, zeggen ze dan in Twente. Wat een grote. Chill. Oh, dit is wat minder. Dat was gewoon een beetje wank voor brood. Ja. Hebben we nog niet genoeg. Ik wou zeggen, het is heel goed dat het erin zit, maar zeker. Dat hebben wij al. Dus op wij hebben al heel veel brood. Ja. Wat is dit? Ook een broodje, denk ik. Ziet er wel lekker uit. Zo, ja. Ja, die ziet er wel goed uit. Best wel veel. Ik had niet verwacht dat er zoveel in zou zitten bij de bakkerbar. Ja, wat is dat? Oeh. Zo zijn ze? Ja. Een frikandelbroodje, heel lekker, maar die mogen wij niet, zoals mijn ouders zouden zeggen. Ja. Oh, ik ben trouwens maar van jou als een beeld, zie ik nu. Omdat ik zo klein ben. Moet even bukken. Ik weet niet wat dit is, maar het ziet er ook vleesig uit. Nou, dan moeten we dan iemand anders weer blij maken. Oh, ik was gewoon een beetje bang voor dat erin zou zitten. Oh. Oh god.
Pizza. Oh, dit is een vegetarische. Oh, chill. Ja, dat is lekker. Ja, heel lekker. Daar neem ik vast een stukje van. Echt? Koud? Ja, lekker toch. Wil je ook? Nee. Mm, ja. En dan kom je even nog van buiten. Dat is fucking veel honger. Oh, Dikke. Hier, Dikke. Hoi. Hi. Ja, goed. Met jou dan? Ja, goed. Mooi. Heb jij nog zin in een frikandelbroodje en iets van een saucijsbroodje of zoiets? Wij moeten er vanaf. Zo good to go box van Bakker Bart en er zat dat bij, maar dat eet wij niet. Ah, moet je gewoon natuurlijk niemand vertellen, dat is hartstikke lekker. Ja, precies. Wil je nog brood? Want we hebben ook heel veel brood. Nee, maar Lina vond me net ook les ook wel bij de Bakker Bart, ook zo'n pakket brood. Oh, oké. Okay. Nee, ja, wij komen ook al met brood, maar goed. Dat wij omkomen in het brood, dat is echt niet normaal. Maar als je dan in de buurt bent, moet je maar, keer, moet je maar komen op aan. Wijntje? Altijd. Alsjeblieft, van waar is deze fles eigenlijk? Weet ik niet. Is vast nog goed. Alcohol bederft niet. Wij gaan even genieten van een kaasstengel. We hebben voor de rest ook niks in huis. Dus we moeten noodgedwongen kaasstengels vreten. Ja. Nee hoor. Maar het is vrijdagavond en we hebben allebei wel zin in iets. Het is echt groot joh. Jezus zeker. Er is nog een andere in, die wil ik eigenlijk. Hoezo? Het zijn toch allemaal dezelfde? Ik heb het idee dat deze anders is. Ik oh, die zie lijkt het, ja. Die is gewoon iets minder goed gaar gebakken. Die lijkt mij lekker. Je bent niet lekker, alsjeblieft. Proost! Proost. Oh. Zijn zachter dan ik had verwacht. Oh ja, van die harde. Van ja, die, zijn wel lekker. Zijn meer broodachtig. Ja. Waar moet je nou even in de oven doen? In de oven? Waarom is het dan niet knapper geworden? Ik vind hem zo wel lekker eigenlijk. Ik vind het een goede vrijdagavondsnack. Tijd voor Chateau Meiland. Met de lente in aantocht wil de familie Meiland er op zijn paasbest bij lopen. Ik weet helemaal niet wanneer je het op moet halen. Ik heb hem gewoon gelijk geklikt. Ga door. Ja. Het is hier even hectiek. Ja! Is het gelukt? Ja! Wat goed! Hey! Oh my god, we hebben eindelijk de Lidl-box. Lidl groente- en fruitbox. Daar zijn we al zo lang naar op zoek. Naar op jacht eigenlijk, mag je wel zeggen. Die is echt iedere keer uitverkocht. Die is blijkbaar heel erg gewild. Het schijnt nogal een goed gevulde box te zijn. En we zitten echt elke dag te refreshen en te refreshen, refreshen. En dan verschijnt hij steeds niet. En ineens staat er dat hij uitverkocht is. Dat je denkt, oh dan, ik heb hier net te kijken. Het is gewoon gelukt. Ja. Wat goed. Had ik echt niet verwacht. Komt niet goed, hè? Ja, heel goed. Wanneer moeten we hem ophalen? Ja, dat valt dus mee. Morgen tussen 1 en 7. Oh, dat gaat wel lukken. Nice. Daphne is naar de Lidl geweest om het pakket op te halen. En ze is nu terug. Ik heb het pakket nog niet gezien. Dus ik ga even mijn handen voor mijn ogen doen. En dan ga ik mijn reactie filmen. Ik ben heel benieuwd. Yo! Mag ik? Ja. Oh! Oh, ik had veel meer verwacht. Hij was 3 euro. Oh, dat valt wel mee. Goh. Druiven. Zoontjes. 3 aardappels. Pak soy. Spinazie, munt, oh. En kriel aardappeltjes. Had je het ook niet gezien? Nee. Oh, ah, het valt mee. Ja, maar wij gebruiken het. Het is wel anders dan die Sligo-box waar we echt van alles in aan zitten. Dat we dachten, wat moeten we ermee, ja. Maar ik had wel verwacht dat die groot zou zijn. Gezien de hype en zo, dat hier eerder het uitverkocht is. Ja, typisch hè? Ja. Maar het is voor 3 euro. Ja, is prima. Is hartstikke goed. Ja, zeker. Een leuke side note trouwens. Dit is al de tweede Lidl box die we besteld hebben. Want we filmden toch dat we die andere box hadden weten te bemachtigen. Nou, mooi niet. Werd hij de volgende dag, op het moment dat we hem zouden mogen ophalen, werd hij ineens gecanceld. We hebben gisteren weer de hele avond, of die avond is overdreven, maar we hebben weer rond een uurtje of 7. Heet het die app loopt te refreshen om te kijken of die weer opnieuw op zou komen. En dat kwam die dus gelukkig. Was weer echt super snel verkocht, maar deze keer ging het wel door gelukkig. Ja, leuke box. Het zijn wel allemaal dingen waar we wat mee kunnen. Ja. Hoe ziet het eruit? Ook wel goed, hè? Deze was al een beetje geel. Deze boontjes zijn ook wel een beetje aan de gele kant, maar ze zijn allemaal nog wel prima. Die munt ook, ziet er ook heel goed uit. Nice! Nou, het is gelukt. Ben je er blij mee? Is het je enthousiasme waard? Zou je nog een keer bestellen? Oh, mijn enthousiasme, ja, was vooral omdat hij ook hier zo weg was. Ja. Was echt alleen aan een kunst dat ik verkrijg. Ja, het is echt een beetje een soort Pokémon, joh. Ja, maar... Dat zijn we met zijn Pokémon. Ja, ik vind hem wel goed hoor. Ja, dat wel. Want je hebt echt wel wat je aan zijn avondeten kan doen nu. Ja, zeker. Dus, en wat nou, duiven is ook wel lekker. Nice. Helemaal goed. Ik heb thee gemaakt van de munt. We leggen er even dat we gewoon in de tuin ook een muntplant hebben staan. Maar daar kan op het moment toch niks af, want dan groeit hij niet verder. Nee, precies.
Wat groot, je blaft joh. Ja, het is heel groot. Jij krijgt een stuk van pizza waar al wat af is. Natuurlijk, gek. Zijn de druifjes lekker? Ja. Ik hou wel van deze challenge. Doe je wel weer raar. Ik had er eentje die... Niet goed was, je moet wel kijken welke nog lekker zijn. Ja, dat is een goede tip. Bedankt. Had dat even wat eerder gezegd, mens. Er zitten wat bij die inderdaad een beetje bruinig zijn. Ik heb al een goede al opgegeten. Ja, die moeten wel snel op. Eet smakelijk. Ja, maar ja, dus ik hou hier wel van. Ik vind deze challenge ook wel leuk. Elke dag een lekkere lunch. En dan vergeet ik gewoon een boterham tussen de middag. Dat is ook met die broodbox nog. Ja, inderdaad. We hebben echt zoveel brood, mensen. Dat is echt niet normaal. Dit pizzabroodje is trouwens nog van de box van gisteren van Bakker Bites. Erg lekker. Ik kan wel even nog croutons maken. Croutons? Oh, voor de soep of zo. Ja, voor brood. Nou, dat waren de boxen. Nou, die ene box die was wel echt goed, hè. Nee, oké. Ik heb echt geen idee wat voor boxen we hebben gehad. Ik neem dit namelijk van tevoren op. Ja, wat? Net alsof jij deze video kijkt om te horen wat ik ervan vind. Je wil gewoon zien wat er in die boxen zit. Dat heb je kunnen zien, dus hou op met zeiken. Ik hoop dat je de video leuk vond. Waarschijnlijk hebben we weer eten voor ik weet niet hoeveel weken. Dus als je nou wil zien wat we er allemaal weer gaan doen, druk dan even op je abonneerknop. Dan zie je dat ongetwijfeld in de weekvlog voorbij komen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!